Dames en heren, goeienacht. In de Kamer is gisteren de hele dag gedebatteerd over het spaarplan van de regering. En ook nu is het debat nog niet afgelopen. Tuur van Wallendaal geeft een samenvatting van wat er gisteren gebeurd is. Een lange reeks sprekers van de verschillende oppositiepartijen bracht kritiek uit op onderdelen van het saneringsplan van de regering. Op het luik onderwijs, op het luik sociale zekerheid, de moeilijkheden met de geneesheren, de werkloosheid, de ziekteverzekering enzovoort. Er waren ook enige sprekers van de meerderheidspartijen. Georges Prokeels van de PVV zei dat zijn groep althans vierkant achter de regering staat. Karel Blankaert, voorzitter, fractievoorzitter van de CVP, zegt ook ja, maar met enige technische vragen, vooral in de sector werkloosheid. Er blijft het probleem van de samenwonende werklozen. Er blijft de verlenging van de wachttijd voor pas afgestudeerden tot 200 dagen. En er blijft het artikel 143 dat langdurige werklozen uit de dop kan zetten. Naar wij uit goede bron vernomen hebben, zou de regering bereid zijn op sommige van deze vragen van de CVP in te gaan. En dan was er de tussenkomst van PRL-voorzitter Louis Michel, die met aandacht beluisterd werd, omdat men hoopte dat hij iets zou zeggen over het al dan niet aanwezig zijn van een communautair pact in de tekst van de regering. Louis Michel heeft in de ogen van de oppositie althans naast het probleem geschaatst. Hij heeft gewoon herhaald wat in de tekst stond. Prioritair voor deze regering zijn de sociaal-economische problemen en er mogen geen nieuwe initiatieven genomen worden op communautair terrein of op enig ander terrein die een gevaar zouden opleveren voor het regeringswerk. Morgen vroeg staan er nog een viertal tussenkomsten op het programma. In de namiddag spreken dan nog enige grote tenoren van de oppositiepartijen. In volle namiddag zal dan premier Martens antwoorden. Wij verwachten de eindstemming en vertrouwensvotum in de vroege avond. Vorige nacht is aan de Belgisch-Franse grens in de provincie Namen een rijkswachter doodgeschoten door een 34-jarige man. Een andere rijkswachter werd gewond. De dader vluchtte te voet weg, maar kon ondertussen gearresteerd worden. 4 uur vanmorgen. Aan de grensovergang van Heer Agimont stopt een taxi. De passagier was in de stad Namen ingestapt en had in het Duits gevraagd naar Mazé te worden gebracht, een andere gemeente aan de Franse grens. Maar de taxichauffeur merkte dat zijn passagier een opvallend groot pak West-Duitse bankbriefjes bij zich had, kreeg argwaan en ging op zoek naar een rijkswachtpost. Die vond hij op de grensovergang van Heer Agimont. Toen 2 rijkswachters de passagier vroegen zijn papieren te tonen, trok hij een revolver en schoot. De 2 rijkswachters werden gewond, 1 overleed later in het ziekenhuis. Gisteren vierden in Antwerpen de katholieke werkliedenbonden en de katholieke arbeidersvrouwen de 35e verjaardag van de Lourdes-bedevaarten die ze samen organiseren. Hoeveel mensen hebben jullie eigenlijk in de loop van de jaren naar Lourdes gebracht? Oh, meneer Van den Berg, dat is een heel aantal. Dat was 460.000 van 1950 tot nu. In de Elisabethzaal in Antwerpen hebben ruim 2000 mensen vanmiddag de viering van 35 jaar bedevaarten bijgewoond. Die viering was niet alleen opgevat als een terugblik op de afgelopen jaren, maar ook als een bezinning over de huidige betekenis van de bedevaarten. 1950 was het beginjaar. Toen reisden al 6.700 mensen op initiatief van KAV en KWB naar Lourdes. Het opzet is door de jaren heen eigenlijk hetzelfde gebleven. Namelijk aan werknemersgezinnen een betaalbare buitenlandse reis en tegelijkertijd een godsdienstige ervaring aanbieden. KAV en KWB hebben daarbij altijd in grote mate gesteund op vrijwilligers. Als grote steunpilaar hebben wij de vrijwilligers, de groepleiders, de Lourdeswerkingen geïntegreerd in KAV en KWB-werking ter plaatse, die het voor de mensen allemaal proberen waar te maken.